kaarsen zijn echte sfeermakers voor op je terras. En ze kunnen ook nuttig zijn. Ik ga tonen hoe je een anti-muggenkaars maakt en twee leuke theelichthouders. Niks zo vervelend als 's avonds op je terras zitten en geteisterd worden door de muggen. Daarom ga ik nu tonen hoe je zelf een anti-muggenkaars kan maken. Wat je daarvoor nodig hebt, een theelichthoudertje, kaarswas, etherische olie met lavendel en citroen, een kaarsenlont, stokjes om te roeren en lavendel. Dan gaan we nu eerst beginnen met onze kaarsenwas te smelten. We smelten de was best op bain-marie, dan raakt je pan ook niet beschadigd. Het water hoeft zeker niet te koken trouwens. Vanaf het zo'n 60 graden is, dan gaat je was al smelten. En je kan er af en toe met een stokje ook doorroeren om de brokjes allemaal te laten smelten. Zo, onze was die kan nu rustig smelten. Dan gaan wij ondertussen ons kaarsenhoudertje voorbereiden. Daarvoor neem je nog een ander stokje. En hebben we natuurlijk ook de kaarslontjes nodig. Zo. Dan gaan we nu ons lontje vastmaken aan het stokje, zodat het stevig in ons glaasje blijft staan. Zie dat het lontje zeker tegen de bodem van je potje zit. Dan draaien we dat er zo rond. Zo, voilà. Dat mag zo blijven staan. Onze was is nu helemaal gesmolten, dus dan gaan we er nu de olie bij doen. Zo, we nemen eerst onze citroenolie. Dan gaan we er een paar druppeltjes bij doen. Je doet er zoveel druppeltjes bij als je zelf wilt. Zo. En dan gaan we nu nog de lavendelolie erbij doen. Citroengeur en lavendelgeur, dat zijn twee geuren waar muggen absoluut niet van houden. Dus hoe straffer, hoe beter eigenlijk. Je ruikt de lavendel en de citroen al. Echt zalig. Alles is nu goed gemengd, dus dan gaan we het nu in ons potje kappen. Zo. Dan heel voorzichtig. En dan gaan we nu ons kaarsje nog een beetje versieren met een paar takjes lavendel. En die kan je er dan mooi aan de zijkantjes insteken. En dat geeft het dan zo een leuk effectje. Dan met een stokje kun je ze een beetje naar de zijkant duwen, zodat ze er zeker goed in zitten. Je kan er ook zoveel takjes insteken als je wilt. Of als je bijvoorbeeld rozemarijn of een andere mooie plant in je tuin hebt staan, kan je die er natuurlijk ook insteken als decoratie. Zo, dan gaan we nu onze kaars laten uitharden. Als tweede gaan we een mooie kaarsenhouder maken. Wat je daarvoor nodig hebt, is een leeg blikje, een theelichtje, een alcoholstift, verfspray, een boormachine. We gaan ook een krant gebruiken als onderligger, want we willen natuurlijk ons werkblad niet beschadigen. We gaan eerst ons patroon tekenen op ons blik. Dat doen we met een alcoholstift. Kan je ook stipjes zetten in een patroon naar keuze. Zo, ons patroontje is klaar. En dan moeten we enkel nog de gaatjes erin boren. Voilà, ons laatste gaatje zit erin. Dan leggen we onze krant op ons oppervlak en dan is het tijd om ons blikje te schilderen. Zo, onze kaarsenhouder is klaar en dan hebben we een gezellig kaarsje voor op ons terras te zetten. Als laatste gaan we een kaarsenhouder maken in een zeethema. Wat je daarvoor nodig hebt is een glazen potje, een lijmstift, zeefiguurtjes, blauwe verf en een krant die we gebruiken als onderligger. Dan gaan we eerst de figuurtjes op ons glazen potje kleven. Ik heb figuurtjes gebruikt van een zeester en een schelp, maar je kan natuurlijk zelf figuurtjes naar keuze uitknippen. Dan doen we er een beetje lijm aan. Het hoeft maar een heel klein beetje te zijn. Maar het is niet de bedoeling dat het echt blijft vastkleven. Het dient als een schabloontje. Dan kunnen we het er nadien terug gemakkelijk afhalen. Zo, dat hangt vast. En dan gaan we het nu schilderen. We nemen onze krant als onderligger. Dan nemen we onze verf. En dan is het nu maar een kwestie van uw potje in de kleur te spuiten.
Laat de verf eventjes drogen, dat hoeft niet lang te zijn. En dan kan je daarna de schabloontjes er gemakkelijk afhalen. Er hangt nu nog een beetje lijm aan, maar dat is niet erg, want dan kan je nadien gewoon met een doekje eraf vegen. Zo, nu hebben we drie toffe lichtjes voor een sfeervol terras deze zomer.